serie Snieden met Snieder. Johan, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan even een rode grapefruit, gaan we even de partjes eruit halen, zodat het schil mooi heel blijft en dat je het mooi kunt presenteren. Dus je snijdt hem eerst, hier heb je de voorkant en de achterkant, je snijdt hem over dwars door. In de men? Ja, en dat je zo'n mooi ding krijgt. Mm-hmm. Dan pak je de grapefruitmesje, klein mesje, snij je zo langs de, zo schuin naar beneden. Langs de schil? Ja. Zo min mogelijk schil raken. Dan kom je in de onderste en pak je eventjes door. Ja. Snij hem door, dan hou je dit er dus ook aan uithalen. Ja, dan pak je de partjes en dan snij je hem zo in. Ook weer aan het vallen heel lang. Nee, maar dit hoeft niet. Oh. Dat schilvalletje blijft er nou in zitten. Dan heb je mooie partjes. Mm-hmm. Die kunnen eruit leveren. Dat is lekker met geitkaas en honing erop. Even in de oven. Beetje lauwwarme salade. Heerlijk. Kun je zo uitlepelen. Dan heb je zo'n een partje met grapefruits. Dan kun je dat zo. Lekker heerlijk gerecht. Hoe lang moet je ongeveer in de oven, Jan? Even lauwwarm. Dat is misschien 2-3 minuten. Hete oven. Niet zo lang. Want de smelt kaas en wordt de honing bruin. Dus het is maar heel kort. Nou, bedankt weer, jongen. Ja.